Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe reportage. Wat nou? Nee, niks. Ik zit gewoon te kijken hoe jij dit even op professionele wijze opneemt. Ja, goed. In ieder geval, welkom weer bij een nieuwe reportage. Vandaag staan we hier in... Volgens mij Rotterdam, op de Schiehaven. Denk ik. Kleine gok. Ik zie geen boot liggen, dus ik denk het niet. Het is gewoon een veld, Malieveld. Ja, nee, we staan inderdaad op het Malieveld in Den Haag. En ja, het is niet te geloven. Hier staat de Koningskermis. Een redelijk grote kermis met kwaliteit, toch ook wel weer. Heel leuk bijzonder dat er twee breakdancers staan, net als vorig jaar. Dat is natuurlijk apart. Laat ik jullie zo eens natuurlijk uitgebreid zien, denk ik. Ja, weet ik ook niet. Ik weet niet wat jij wil, maar mensen, uitgebreid. Gaat hij dat laten zien? Uitgebreid. Ja. En de Chaos en Future Dance dan samen, dat zijn toch toppertjes. Laatste keer was Amsterdam Zuidoost. Wij dachten dat gaat dit jaar niet gebeuren. Maar dat is nog wel bijzonder, dat ga je denk ik zo meteen ook wel vertellen. Want met die chaos is wat aan de hand. Ja, want tegen de tijd dat jullie deze video gaan zien, dan... hey, waar is de chaos nou? Goed. Dan is heel de kermis al weg. Zijn ze al bezig met de voorbereiding voor volgend jaar? Dan staan hier de transport alweer klaar voor volgend jaar. Goed, mensen, ik ga jullie meenemen. Kijk ook even als jij de video afgekeken hebt naar zijn review. Want hij gaat wat leuks doen. Hij gaat wat bijzonders behandelen. Hij heeft een doel in zijn hoofd zitten en dat gaat hij uitvoeren. Ja, dat wordt heel bijzonder, mensen. Moet je gewoon even kijken. Maar ja, Vooral even bij jou kijken. En ook even op dat abonneren. Want jij krijgt veel te weinig kijkers. Ja. Zeg het door, mensen, want hij maakt veel betere video's dan ik. Nee, dat is echt waar. Nee, ja, dus ik vind dat jij veel meer kijkers moet hebben. Niet veel meer kijkers als ik, maar wel veel meer kijkers. Dan gaat jouw ego, dan gaat het niet goed met jouw ego. Dan gaat het niet goed, nee. Goed mensen, we gaan beginnen. I found you in a crowded empty place. You felt familiar, but I didn't know your face. As we're standing in the room, the roar of the silence submerged us. Our connection fell. In Nederland is deze kraam hier achter mij, La Vie en Rose Patisserie. Kun je wolken... Ja, wat nou? Ja, nee, ik vind je uitspraak al zo leuk. Ik kan er zo om lachen. Het is heel serieus, maar ik kan er toch om lachen. Het is gewoon hoe het uit je bek komt. Ja. Wat, is het nou het kraam of de kraam? Ja, ik vind de kraam. Ja, ik ook. Maar jij niet? Het kraam. Het is het kraam, maar daar kunnen we uren over discussiëren. Maar zolang hebben die kijkers van jou de tijd niet, hoor. Nee, dat klopt. Nieuwe kraam dus op de kermis en ik wil dus de exploitant heel veel succes wensen. Je kan er crepes kopen met heerlijk verschillende toppings en ook van die wolkenbolletjes. En wat dat is en hoe het smaakt, dat kun je in zijn video terugvinden, waarbij wij allemaal, Tony ook, wij gingen gewoon even proeven. Ja, kan even duren, maar hij komt binnenkort online, binnen nu en een jaar. Nou, dat is ongeveer hetzelfde tempo als jij je video's online zet, dus dat komt best goed voor jouw kijkers. Maar, spoiler alert, het was lekker. Heerlijk, ja zeker. We gaan vaker doen. Goed, meer? Zou je niet anders ook nog zeggen wat voor cijfer je gegeven hebt? Dan is gelijk mijn video niet overbodig. 9. Een 9. Goed, mensen, kijk zijn video even. Dan kan je onze mening uitgebreid horen. Ja, wat wel opvallend is, je ziet hier achter mij de chaos. Toon heeft er zin in trouwens. Wat een heerlijk sfeertje. Goede show hoor. Absurd, ja heerlijk. Genieten. Maar goed, dat genieten geblazen, dat tenminste met de chaos, is dan afgelopen. Want als je deze video ziet, dan zou je misschien wel denken, hey, maar wacht even, ik ben er net geweest. De chaos stond er helemaal niet, de project 1 stond er. Nou, ja, en dat klopt.
Want Project Eins staat nog, als het goed is, in Duitsland, dacht ik. In ieder geval, was niet beschikbaar voor de eerste twee weekenden. En daarom staat chaos hier. Chaos breekt dus de 16e, in de avond van 16 april, zondag, breekt die af. En Project 1 komt dan opgereden, zodat die de maandag weer helemaal klaar voor staat. En dan gaat de chaos naar Rotterdam op de schiehaven, zoals die verwacht stond. Dus zo hebben ze dat opgelost met twee afterburners. Ja, waarvan er natuurlijk eentje wel beter is. Heerlijk, hè? Nou, heb jij ook al verteld dat de chaos hier vroeger altijd stond op de Malieveld? Zeker, eigenlijk meestal op de najaarskermis alleen, toch? Ja, die is er niet meer, de kermis. Daar stond deze altijd. Dus ze zijn wel chaos gewend, maar zo lang geleden. Wij zagen wel bij ons rit, zagen wij behoorlijk wat mensen bleek wegschieten, hoor. Ja, wij hadden een heerlijk heftig ritje. En inderdaad, je zag echt mensen, zag je zo zitten. Ja, geweldig. Heerlijk. In deze attractiespecial staan we voor het Haunted Hotel van Melissen en nog een naam. Roelaux. Roelaux, ja. Voordat ik me het verkeerd uitsprak. Ik ben blij dat jij echt een kanaal hebt met heel veel kermiskennis. Ja, maar ik ben bang dat ik het dan verkeerd uitspreek, weet je wel. Ja, daar ben ik ook altijd bang voor, maar ik doe het gewoon altijd. Ik sta altijd voor lul. En daarom sta je erbij. Ja. Ja. Nee, ja, een loopspookhuis in Nieuw-Nederland. Ja, twee etages hoog. Dat is verschrikkelijk hoog. Het is verschrikkelijk hoog. De tralies is hoger dan het verdieping. Nou, dat is gelijk een minpunt. Tralies. Overal bij elke pop staat tralies. Dat is erg hinderlijk. Ja. Buiten ook, hè. Die vent staat gewoon in een kooi. Ja. Ik ken iemand die heeft daar wel eens een liedje over gemaakt. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat is er toch een goede volkszanger, en mensen. Ik ken zo de bühne op. Maar ook hier buiten, dat vind ik ook een beetje afdoen aan de uitstraling. Dus dat vind ik jammer. Ja. Voor de rest is het een mooie zaak. Zeker, want ik vind ook al dat die bestikkerd is, het kleurschema met dat grijze grauwe en dat felle groen, dat van dat gif, weet je wel, dat ziet er heel goed uit. Ja, prima verlicht. Ja, niks bijzonders, maar ook gewoon goed. Prima. Ik denk dat het een beetje een Lost Escape Adventure verhaal is eigenlijk, als je het een beetje kort mag omschrijven. Ik denk dat het een attractie is die nog moet groeien. Denk ik ook, maar er zit heel veel potentie in. Want we zijn er ook net in geweest. En sowieso, het begint met het loopparcours hiervoor, met een waterbak. Erg leuk, met hele aparte elementen. Aparte elementen? Nou ja, ik heb die elementen nog niet eerder zo gezien. Ja, hij is gewoon bij de Praxis geweest en volgens mij heeft hij gewoon met een beetje hout in elkaar gezet. Ja, maar ik wil nou niet vervelend doen, maar het stelt niet zo heel veel voor. Ja, maar ik vind het wel leuk, want het wordt wel moeilijk gemaakt. Want het zijn niet hele makkelijke elementen. Dingen staan ver uit elkaar, weet je wel. Die looprug, die zakt lekker een beetje het water in. Ja, dat vind ik leuk. Nou, jij bent de walkthrough specialist, ja. Dus... Ja, nee, ik vind het wat minder. Okay. Ik vind het pas spannend worden als je binnenkomt. Ja.
Moeten wij vertellen wat daar gebeurt? Het leuke is eigenlijk van niet, hè? Nou, laten we gewoon zeggen. Dat heb je net wel in de beelden gezien. Oh, eigenlijk trouwens niet, want er valt weinig te zien. Ja, er valt weinig te zien. Maar er zit iets verrassends in. Dat is het hele leuke stuk. En eigenlijk is dat ook het enige leuke stuk erin. Wat echt uitspringt. En dan ben ik één keer geschrokken. Dus dat houdt in, want ik ben nog nooit geschrokken in een loopspookhuis. Dat het best wel een goed dingetje is. Zeker, kijk, het is niet heel bijzonder. Het is niet heel speciaal. Maar ik denk inderdaad, als jij hier nog meer aan toevoegt. En 's avonds zijn er ook live acteurs erbij. Nou, dan ben ik benieuwd, want het is daar enorm donker. Nou, dan schrik je je echt de pleuris, hoor. Daar zat ik dus ook over na te denken. En, ja. Dat wordt heel spannend. Ja, ja. Ik wil niet te veel spoileren, want ik denk dat hetgene wat wij nu proberen te omschrijven, het stuk is van dit huis. Ja. En als we dat gaan vertellen, dan denk ik dat mensen denken, laat doen. En nou, dat wil ik juist niet. Ik wil juist veroorzaken dat mensen denken, nou, ik ga toch eens even een keertje een kaartje kopen, ik ga toch eens een keer in. Maar dat zou ik ook zeker weten doen, want wat jij zegt, het is een hartstikke leuk ding. Boven zit ook nog een funhouse parcoursje achter. Kunnen ze ook nog weer wat meer aan toevoegen als de tijd vordert? Ja, op lange termijn zit hier potentie in en ik denk dat je hem nu gewoon, wij als fans moeten hem gewoon eens 1-2 jaar lekker laten doen. Juist. Kijken of er veel vernieuwing komt en dan nog eens een keertje instappen en kijken van, is die echt verbeterd? Want het lijkt alsof het allemaal nog heel erg in de kinderschoenen staat. Ja. En daar is niks mis mee, hè? Begrijp mij niet verkeerd. Maar dat is wel een feit waar je nu tegenaan loopt. Ja, en inderdaad, dat is niet erg. Want het is wel gewoon een leuk huis met veel potentie. Dus ik zou gewoon zeggen, instappen maar, probeer het uit. En kom inderdaad na een jaartje, misschien 2 weer terug. Ja, nee, mee eens. Yeah.
zeker. Oh yes, oh yes, do the dance, come on. Here we go, here we go, here we go, here we go, baby. Let's do it, 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 come on. Deze kermis is natuurlijk wel heel bijzonder. Wat is er? Hij weet dat we staan te filmen. Ja, 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 dat is te werken. Maar op deze kermis staan dus twee breakdancers. Een breakdance nummer 3 en een breakdance nummer 1. Die van de Voer, de Future Dance. En deze van de Poorten, de breakdance. Ja, breakdance. Nummer 1. Ja, ja. Ja. Schuin af naar voren. Ja. Verschilletje. Verschilletje qua slag een beetje. Want ja, de Future staat natuurlijk in een piramidevorm. Daar is de slag ietsjes anders dan bij deze breakdance. Voor de rest zit er niet heel veel verschil in, ja, qua uitstraling, maar het zal niet zo heel veel verschil uitmaken qua ritervaring. Ja, qua wat de operator doet dan, maar hè, dat geheel terzijde. En dus leek het me leuk om deze breakdancers een beetje te gaan beoordelen. Ik ga ze vergelijken op 4 punten. De uitstraling zonder verlichting, dus eigenlijk overdag als het ware. De uitstraling in de avond met verlichting. De rit. En de shows. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar het eerste punt. Voor het eerste punt, de uitstraling overdag. Dus de uitstraling zonder lichten. Denk aan de paintings en al dat wat erbij hoort. Ja, hier achterbij de Future Dance. Prachtige breakdance. Schitterend in de kleurstelling. Hij springt eruit met dat vooral het blauwe oranje thema. Schitterend. Schitterend, schitterend. Een prachtige spoten vloer. Gondels. Die echt een geweldige spoten zijn. Ja, dakjes, naamborden, alles is hier tip-top in orde en zo kleurrijk. Fantastisch. Tegenover een breakdance met achterwand, wat natuurlijk ook wel een bepaalde uitstraling heeft. Ligt er ook denk ik aan op welke kermis er staat, of dit nou beter is rondom of met een achterwand. Ook die breakdance is redelijk kleurrijk. Is misschien wat faler, heeft wat rozere kleuren, dat soort, roze is wel de hoofdkleur. Is zeker ook mooi, maar ja, aan deze breakdance, overdag, paintings en alles, geschilderde vloeren, kan je niet tippen. De winnaar dus, de Future Dance. Dan gaan we over naar punt nummer 2 en dat is de uitstraling 's nachts. Dus te denken aan de lichtinstallatie. Hier bij de Future Dance hangen er schitterende ledspots in. Een type wat je eigenlijk... Ja, hoi. Een type die je eigenlijk nergens anders ziet. Dat is natuurlijk wel leuk. Verder brandt ieder lampje. Keurig verzorgd deze breakdance. Ook wel leuk dat er eigenlijk nauwelijks multicolor led in zit. Alleen op de middenton. Dat straalt natuurlijk wel wat uit. Dat past ook echt bij deze zaak. Alleen, dan heb je natuurlijk de breakdance van de Poorten. Die heeft moving heads hangen, vlammenwerpers, ledverlichting erbij. Ja, die breakdance is in de avond echt een feestje om naar te kijken. Echt waar, ze hebben allebei ook goede rookkanonnen staan, dus daar ligt het niet aan. Maar mijn persoonlijke voorkeur in de avond gaat toch uit naar
de breakdance van de poorten. En dan komen we natuurlijk ook bij het volgende punt. Het volgende punt is de rit. Ja, de rit is natuurlijk een belangrijk onderdeel in een breakdance. En ik moet je zeggen, allebei de breakdancers hebben wat bijzonders aan de rit. Deze rit is heel erg afwisselend. Vooral in langere periodes. Dus hij blijft wat langer op snelheden hangen. En hij geeft een goede lange rit. Dus die 4 euro die je moet betalen, is het absoluut waard. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de Future Dance. Die heeft een iets kortere rit, maar van een respectabel lang niveau. Prima, rond de 4 minuten is een prima lengte voor een rit. En die heeft wat mij betreft toch wel een hele goede ritopbouw. Starten met de kruisen open, dus facelifting, doet deze ook, maar goed. En dan gaat hij na vol gas en zit hij met de schijf af te remmen. En door met de schijf af te remmen, creëer je dus een andere slag in de gondel. En doordat hij 4 minuten is en hij dat constant met de schijf doet, voelt dat nooit te lang. Maar in deze is het een lange rit. Ja, en daar moet je van houden. En dat is helemaal niet slecht. Het zijn allebei goede ritten. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat toch denk ik uit. Ook misschien omdat de slag in de nummer 3... Ja, ik weet niet, vind ik misschien toch ietsjes lekkerder. Het scheelt niks, maar de winnaar is toch echt de Future Dance. En dan punt nummer 4, de shows. Ja, en zoals je het hier achter mij al ziet. Wow. Ja, dit is toch fantastisch, mensen. Shows op de muziek. Er wordt goede muziek gedraaid. Alles afgestemd. Licht, rook, vuur, moving heads, special effecten. Alles is hier aanwezig. Goede microfoonshow ook erbij. Ook op de muziek, dat is zeer te waarderen, dat creëert een fantastische sfeer. Ja, en wat ik zeg, die moving heads zijn natuurlijk fantastisch, vuur erbij. Ik bedoel, daar kan je zoveel atmosfeer mee, of sfeer mee creëren. Dat is natuurlijk fantastisch. Mooie ledspots zitten erop, maakt hij ook goed gebruik van. Ja, het is een fantastische show. Aan de andere kant, de breakdance, of de future dance, ook een goede show. Daar is het wat meer, ja, hier draaien ze wat meer techno-muziek, wat meer dance, EDM. Iets zwaarder. Bij de Future Dance ook wel. Maar ja, ik weet niet, het is toch net even anders. Iets wat meer dance in plaats van techno, EDM-achtige muziek. Dus daar wordt ook een hartstikke goede show meegegeven. De spots, daar wordt heel veel mee gekloot. En die blinders daarop zijn natuurlijk fantastisch. En het feit dat daar echte stroboscopen in hangen. Dat heeft deze natuurlijk niet. Ledspots heeft hij, prachtig mooi. Maar die ander heeft stroboscopen, echte ouderwetse. En dat is natuurlijk fantastisch. En de blinder is dus als jij de stroboscoop aanzet. Hij flikkert niet, hij zet aan. En als je dat dus op de muziek doet, zoals daar gedaan wordt bij de Future Dance, is natuurlijk fantastisch. Dat geeft een leuk sfeertje. Ook daar is een goede sfeer aanwezig. Maar ja, hij kan niet op tegen deze breakdance. Fantastische show hier. Dus de winnaar is de breakdance van de poorten. Eindstand, dames en heren. We hebben ze natuurlijk behandeld op die 4 punten. De eindstand is 2-2. Ja, wie had dat gedacht? Gelijkspel. Ik had het gedacht. Ja. Nee, kijk, eerlijk is eerlijk. Ik vond het leuk om dit vergelijk te maken. Een beetje te kijken van nou, wie is nou daar weer goed in en wie is nou daar weer goed in. Maar eerlijk gezegd hebben we deze breakdancers allebei wat. Ze zijn allebei goed in hun eigen wat ze doen. Ze hebben allebei iets dat ze wel goed doen of iets wat mooi is. Ja, de ene is weer mooi in de avond, de andere weer overdag. Iedere breakdance heeft wat. Ik denk dat dit gewoon, dat hier in Den Haag, dat gewoon de nummer 1 en de nummer 2 staan op één kermis. En wie de nummer 1 is en wie de nummer 2 is, daar kan je over discussiëren. Moet ik zeggen, daar ben ik de laatste tijd ook niet helemaal over uit. Vroeger was ik daar heel stellig in, dat was de Future Dance, punt. Nu ben ik daarover aan twijfelen. Maar ik denk dat ze allebei gewoon tot de top van Nederland horen. En dat ze allebei uitblinkende breakdancers zijn. Nou, dat absoluut. Daar is geen spel tussen te krijgen. Ja, ik, het is een gelijk spel geworden. Ik weet ook niet wat mijn favoriet is. Ik vind ze allebei goed, zoals ze zeggen. En mensen, probeer ze gewoon allebei uit. Ze staan hier. Ze zijn niet per se heel duur. Je krijgt absoluut waar voor je geld in. Allebei, probeer het uit. Allebei en vorm je eigen oordeel. Wat is jouw oordeel? Laat het weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd. En ja, top breakdancers, dat zijn het absoluut.
dat was de kermis hier in Den Haag op het Malieveld, de Koningskermis. Mooie kermis. Er staat heel veel. Er staat goed vermaak. Ja, voor ieder wel wat wils. Er staat een trailride, een familiezaak, kinderzaak. Echt, alles is hier wel. En zelfs het Tiroler dorp waar we nu voor staan. Altijd leuk natuurlijk. Alleen ja, het is wel opvallend. Ja, het is, er zitten wel wat mensen. Maar het zijn geen Duitse praktijken, zeg maar. Ik weet ook niet waar aan dat ligt. Ja, dat is misschien een cultuurverschilletje. Maar goed. Als je de kermis opkomt, dan zou je misschien wel merken. 'S Avonds is dat het geval. Overdag was het nog niet. Hebben ze bij de ingang beveiligd gestaan met poortjes. De metaaldetectoren, zeg maar. Als die afgaan, word je gefouilleerd en wordt je tas gecontroleerd. Moet ik eerlijk zeggen, bij ons waren ze heel relaxed. En dat vind ik wel te prijzen. Want soms heb je van die beveiligers die zijn te opdringerig. Er mag helemaal niks. Daar word je gewoon gek van. Daar moet je dan weer mee in discussie. Heb ik allemaal geen zin in. Deze die waren. Dat zijn cameraapparatuur. Jazeker, ik had nog een flesje drinken. Zit geen alcohol in. Nee. Nou prima. En jullie mogen weer door. Heel simpel. Het enige wat wel is, is dat er een rij ontstaat. Moet ik zeggen, die gaat wel redelijk snel. Ja, gaat wel redelijk snel weg. Maar ja, dat is natuurlijk wel niet optimaal. Dat er natuurlijk een rij ontstaat om het kermisterrein op te komen. Dus dat is wel jammer. Maar aan de andere kant, ja, als het echt nodig is. En ja, als je hier anders geen kermis kan krijgen. Ja, dan moet het maar. Hoe jammer het ook is. Opstellingen was hier verder ook redelijk in orde. Moet ik op een paar punten nadenken. Dat ik denk van, hé, wat jammer. Stukje bij de Losse Escape Adventure met dat terras en zo. Dat doordat mensen bij de reactor tussen de kramen door konden, werd dat een beetje overgeslagen. Dat is wel jammer. En hier, zeg maar, je hebt de booster, het reuzenrad en de Aeronaut heb je op één hoekje staan. Alle hoge zaken. Dat vind ik jammer. Had die booster een stukje verder gezet. Reuzenrad staat hier wel prima. En dan zet je die Aeronaut helemaal achterin. En dan heb je alles verdeeld. Weet je wel, links, rechts, midden en ook nog op verschillende dieptes. En dan de Aeronaut het liefst helemaal achteraan, want die is het hoogst. Zo lijkt iedere zaak heel erg hoog. En ja, haal je het maximale, denk ik, uit de opstelling. Verder loop je wel altijd op zaken af, dus dat is allemaal helemaal goed geregeld. En er leggen overal platen, dus als het regenachtig is, je loopt in ieder geval niet in de modder. Want dat is natuurlijk wel een probleem hier op Malieveld. Goed, ik ben weer veel te lang aan het woord. Vond je deze video nou leuk? Like hem even. Doe dat, want dan krijg ik als het goed is meer views. En dat zou natuurlijk fantastisch wezen om een groter publiek te bereiken. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer ook nog even. En laat ook even in de reacties weten wat jij van de Haunted Hotel vond. En dan zien we jou weer in de volgende reportage of andere video. Toedeledokio!